Een land zonder regels, daarin is ook voor het bedrijf werken niet mogelijk. Toch kunnen die regels in goede samenspraak met het bedrijfsleven op een juiste wijze worden geïnterpreteerd, zodat we het niet als last zien, maar als steun en als een stuk support en coaching. Voorbeeld daarvan is onder andere de hele sterke verandering in de douane, dat daarin met het bedrijfsleven een dialoog mogelijk is en de douane zelfs op dit moment klantcoördinatoren heeft ingevoerd om in overleg met elkaar binnen het raam van de wetgeving tot goede oplossingen te komen. Ik denk dat economische zaken een uitstekend intermediair is om daar waar zij in de dialoog met het bedrijfsleven ontdekt dat op andere ministeries zaken beter of soepeler zouden kunnen lopen, dat zij een juiste lichaam zijn om daarin die rol te vervullen, ook op Europees gebied. Het zal niemand ontgaan zijn dat de klanten, dat de consumenten veranderen. Dat er veel tweeverdieners zijn, eenpersoonshuishoudens, mensen die moeten werken. Grote gezinnen, ook in de industrie. Die mensen willen de gelegenheid bieden om ook na nu 6:30 hun boodschappen te doen. Het ministerie van Economische Zaken is voor ons een heel belangrijk aanspreekpunt in Den Haag. Niet alleen rechtstreeks als Ahold, maar uiteraard met een onderwerp als de winkelsluitingswet, wat voor ons een heel belangrijk onderwerp is, zijn er ook rechtstreeks contacten. De behandelend ambtenaar van de winkelsluitingswet weet dat ik me binnen Ahold daarmee bezighoud en ik weet dat hij zich binnen EZ ermee bezighoudt. Ik heb een buurtwinkeltje, een klein uitgebreid winkel met alles erop en eraan. Mensen weten precies wie je bent en wat je doet. Ik ben ook opgegroeid achter de winkel, dus mensen kennen mij vanaf kind van 3-4 jaar en nu ben ik 29. Dus mensen weten mijn levensloop. Dat is bevorderlijk hoor, voor de verkoop. En mijn gemiddelde werkdag is 13 uur ongeveer. Soms langer, soms korter, want het ligt er gewoon aan wat te doen is die dag. Nou ja, als die winkelsluitingswet weggaat, dan zou het mij betekenen dat mijn dagen langer gaan worden. En dat houdt in dat ik dan per dag toch 3-4 uur meer moet gaan werken. En ik dus kortere avonden krijg, dus minder vrije tijd. En dat zou toch wel heel erg zonde zijn. Vencom is een van origine Amerikaanse vervoersorganisatie. Vencom biedt in de Nederlandse markt haar openbaar vervoerdienstverlening aan en concurreert daarmee met de huidige aanbieders van openbaar vervoer. Het ministerie van Economische Zaken is voor ons een belangrijke partner, omdat zij ons helpt bij het creëren van een situatie in de markt waarbij verschillende aanbieders een kans krijgen. Je zou dat ook kunnen noemen het creëren van een situatie waarin mededinging centraal staat en met elkaar mededingende partners samen kansen krijgen om te excelleren op een markt. Wij zijn een makelaarsgroep met 10 kantoren, verspreid over Midden-Nederland met een uitschieter naar het westen van Nederland. Dit kabinet heeft altijd gepropageerd dat de overheid moet terugtreden. En ik vind ook juist dat ze dat doen. Alleen er zullen natuurlijk altijd zaken blijven waar de overheid een taak in heeft. Ik denk maar inderdaad aan de kartels die er zijn. Ik vond overigens die van de makelaars heel mild. Maar de kartels die er zijn, daarvan denk ik dat sommige onterecht zijn. En dat je moet kiezen voor een vrije marktbewerking. Wij hebben hier in huis toen we daarvan vernamen gezegd. Wij willen het als een kans zien en niet als een bedreiging. Het loslaten van tarieven betekent ook dat je in plaats van minder, meer mag vragen. Alleen moet je dan wel duidelijk maken aan je klant dat het een overeenstemming is met de toegevoegde waarde die je levert. Binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houden wij ons op de directie arbeidsverhoudingen bezig met onderwerpen als flexibilisering van de arbeid, herverdeling van werk, deeltijdarbeid en gelijke behandeling. Het ministerie van Economische Zaken komen we regelmatig tegen als we samen door de deur moeten richting ministerraad of parlement. De verhouding met het ministerie van Economische Zaken is doorgaans coöperatief en productief. Maar soms ook erg lastig. En dat komt omdat de invalshoeken van onze ministeries verschillend zijn. Als we naar de gelijke behandeling deeltijd-voltijd kijken, dan kijkt Economische Zaken vooral naar de werkgever
en de consequenties voor de werkgelegenheid. Dat is ook voor ons van groot belang, maar wij moeten ook kijken naar de gelijke behandeling als beginsel. Wij kunnen ons niet permitteren dat deeltijdwerknemers en flexibele werknemers ongelijk worden behandeld op de arbeidsduur. Nou, gisbrocades als energieverbruiker is, afgezien van olieraffinaderijen in Nederland, een van de 25 grootste energieverbruikers in Nederland. Nou, het ministerie van Economische Zaken zit heel duidelijk op het snijpunt van de spanning enerzijds tussen het belang van de overheid om zoveel mogelijk geld via aardgasverkopen binnen te halen en anderzijds de milieubelangen die erop gericht zijn om het verbranden van bijvoorbeeld aardgas te minimaliseren. Het belangrijkste middel dat gehanteerd wordt, waar gisbrocades mee te maken heeft, dat is het instrument van de meerjarenafspraak. En voor gisbrocades houdt dat in dat de branchevereniging waar wij lid van zijn een afspraak heeft gemaakt met het ministerie van Economische Zaken en Novem, waarin staat dat die branche ervoor zorgt dat het energieverbruik tussen 1989 en 2000 met 20% omlaag gaat. EZ ontwikkelt zich een beetje tot een ministerie wat zich nogal ook met de zaken van anderen bemoeit. Vooral het project marktwerking, ja, dat betekent dat men zich begeeft op terreinen van andere ministeries, waar wij ook weer actief zijn. Zodat het aantal raakvlakken in mijn idee alleen maar groter wordt. Je staat niet altijd tegenover elkaar. Als het bijvoorbeeld, om nou zo'n voorbeeld te noemen, wij zijn er denk ik allemaal van overtuigd dat de Nederlandse economie het meest gebaat is met concurrentie op kwaliteit. Dat betekent dat je een bepaalde economische infrastructuur wil hebben. Dat je een bepaalde technologische infrastructuur in Nederland wil hebben. Maar als het gaat om wet en regelgeving die werknemers als bescherming ervaren en EZ als een belemmering van de markt ervaren, dan sta je dus inderdaad vaak tegenover elkaar. Ambroise Holland is een jong bedrijf, is opgericht in september 1994 en maakt prothesen en orthesen. Het product waar onze meeste aandacht uit gaat op dit moment is de UTX Swing. Dat is een knie-enkel-voet-orthese ontwikkeld voor mensen met een verlamd been. Twee hele grote voordelen in deze beugel zijn dat hij veel lichter is dan bestaande producten. Met onze beugel is het mogelijk om met een gebogen been te lopen, terwijl op momenten dat je staat de beugel toch geheel vergrendeld is en je dus niet kunt vallen. De UTX Swing is ontwikkeld op de Universiteit Twente met financiële ondersteuning van de Stichting Technische Wetenschappen die daarvoor overheidsgeld aanwendt. De Stichting Technische Wetenschappen richt zich dan specifiek op het bedrijfsleven en heeft ook het doel om het bedrijfsleven er beter van te laten worden. Lifta is een mini-onderneming. Lifta heeft zich gedurende 8 maanden bezig gehouden met het verzorgen van advertenties in liften in grote kantoorgebouwen en hotels in Rotterdam. Het idee ontstond eigenlijk gewoon doordat een van ons in een lift stond en gewoon op het idee kwam om daar eventueel een advertentie in te plaatsen. Het heeft een grote kijkdichtheid en ze moeten een punt hebben om naar te kijken. Dus ze nemen de reclame voor 100% in zich op die daar wordt geadverteerd. We studeren allebei nog. We zijn nu op dit moment derdejaars HEO. Doel is om HEO en MEO-studenten dichter bij de praktijk te brengen. Dus inderdaad kennis te laten maken met het bedrijfsleven of in ieder geval waar ze eigenlijk voor worden opgeleid op dit moment. HiMec is een bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van microelektronica op klantenspecificatie, waarbij bij ons dan de zwaartepunt ligt op de toepassing van de hybride technologie. Ja, de rol die HiMec vervult op het gebied van ruimtevaart is eigenlijk ook voor een deel mede te danken aan toch wel een stimulatie vanuit de hoek van EZ en dan met name het NIVR, die in het kader van diverse NRT-programma's, nationale technologieprogramma's, de kwalificatie van de HiMec
technologie en de Heimek faciliteit mede ondersteund heeft. En de meeste klanten op ruimtevaartgebied zeggen van oké, Heimek, als jij zorgt dat jouw lijn gekwalificeerd is en voldoet aan de eisen op ruimtevaartgebied, ben ik wel bereid bij jou de nodige orders te plaatsen. Maar zijn natuurlijk niet bereid heel die kwalificatiekosten te betalen, want dat gaat om tonnen. ISC Holland is een bedrijf wat zich voornamelijk bezighoudt met het ontwerpen, bouwen en leveren van baggerwerktuigen. Waarbij we een marktaandeel hebben van circa 60% van de wereldmarkt. Zoals u weet hebben allerlei landen steunprogramma's voor hun nationale scheepsbouw. En wat EZ doet is ook voor de Nederlandse scheepsbouw zogenaamde generieke steun verstrekken. Een zeker klein percentage op de opdrachten om ons in een min of meer gelijke positie ten opzichte van onze buitenlandse concurrenten te brengen. Ik denk dat dat ook de taak is van EZ. Die moeten natuurlijk zorgen dat het bedrijfsleven zijn exportfunctie kan blijven vervullen. Het is een van de pijlers in het EZ-beleid. Nou, dat lijkt me helemaal niet verkeerd. Fuji heeft voor Nederland als vestigingsland gekozen omdat Nederland een gerespecteerde positie inneemt in Europa. Nederland heeft een goede infrastructuur. Al die factoren bij elkaar hebben naartoe geleid dat Nederland voor Fuji een bijzonder goede keuze is geweest. Natuurlijk is het een beslissing die is genomen door de top in Japan, dat is duidelijk. Maar voordat die beslissing kon worden genomen was er bijvoorbeeld een heleboel informatie nodig. Daar heeft het ministerie van Economische Zaken een bijzonder belangrijke rol gespeeld. De vragen die in de voorstudies naar voren kwamen zijn op een bijzonder goede manier, dankzij het CEBIN met name, beantwoord. Het CEBIN heeft gezorgd voor de nodige contacten, heeft ook gezorgd voor de nodige begeleiding, heeft de nodige afspraken gemaakt en heeft degene die vanuit Japan dus dit onderzoek deed zeer goed begeleid en daardoor eigenlijk de juiste keuze ook mogelijk gemaakt. Wij houden ons bezig als bedrijf met het ontwikkelen en verkopen van milieubiotechnologie. Dat betekent biotechnologische processen die milieuproblemen oplossen. De milieuproblemen in China zijn gigantisch, zijn enorm groot. Zo'n nieuwe markt, daar moet je referentiesites hebben. Daar moet je installaties kunnen laten zien aan je potentiële opdrachtgevers. En wij zijn er nu in geslaagd om zo'n eerste installatie in opdracht te krijgen van een grote brouwerij uit Shanghai. De onderhandelingen met de klant die liepen natuurlijk al enige tijd. Maar duidelijk is dat die handelsmissie ervoor gezorgd heeft dat die onderhandelingen versneld werden. Omdat zowel door ons als door de opdrachtgever die handelsmissie als een soort van deadline werd gesteld van nu willen we ons contract ook feitelijk tekenen. Ik denk dat het zo is dat ik heel goed in staat ben om Paak BV te verkopen, maar ik denk dat het van heel groot belang is dat de Nederlandse overheid Nederland BV verkoopt. En dat samenspel, dat zijn we nodig. Nederland en met name de Nederlandse economie bevindt zich in een veranderende omgeving. Voortdurend zien we veranderingen om ons heen, zowel nationaal als internationaal. En als je nou kijkt naar 6 jaar terug, dan hadden we ons blik vooral gericht op de Europese Unie. En nu, met name naar het globaliseringsdebat, zien we dat onze blik nadrukkelijk verruimd is naar bijvoorbeeld Zuidoost-Azië en Oost-Europa. Het functioneren van de marktsector wordt in sterke mate bepaald door zaken als de fysieke en technologische infrastructuur, de kwaliteit van de beroepsbevolking en het milieu. Een sterke marktsector vormt de basis voor de financiering van de maatschappelijke wensen van de Nederlandse samenleving. Het Nederlandse bedrijfsleven levert daaraan zijn belangrijke bijdrage en zal daarbij ondersteund moeten worden door het ministerie van Economische Zaken.
Maar eerst en vooral is het de taak van het ministerie om de voorwaarden te scheppen dat Nederland beschikt over een krachtige en dynamische marktsector die kan concurreren in een globaliserende wereldeconomie.